zien. Kijk daar eens. Cool Lev is hier. Hey allemaal. Wat doen jullie met dat skateboard? Lev en ik versieren het voor een liefdadigheidsveiling. Ja, het adopteren Lamantijn project. Alle donaties zijn om lamantijnen te voeren. Als je ooit een lamantijn hebt gezien, die hebben veel voedsel nodig. Hey Lev, wat dacht je van wat muziek terwijl we werken? Ja, jukebox! Rockin' it old school! Woehoe! Hey! Oeps! Chocolade. Ja. Graag gedaan. Op de homies. Die het regelen voor de lamantijnen. Ja, ons skateboard ziet er top uit. Ik wed dat het veel geld oplevert op de veiling. Oh, dat zou het wel. Want Lady Diva is de veilingmeester. De eerste roller chick rolt naar je toe. Surfers met een glimlach en stijl. Wat kan ik voor je doen? Een nieuwe skater voor mijn crew. Ik heb je bewegingen gezien. En we kunnen je in het team gebruiken. Als je mee wil doen. Meen je dat? Ik bedoel, wauw, heel graag. Top! Oké, maar eerst moeten we een veiling doen. Laten we die lamantijnen helpen. Kom op allemaal. We zien elkaar later in het skatepark. Het is me gelukt. Mijn eigen winkelcentrum. Dit is zo fiers. Laten we snel naar binnen gaan. Kom op. Oh, yo! Alles kids, zus? Prince B? Maar... Wacht, heb jij een broer? Oh! Ja, jij hebt een broer! Oh, ik ben een tijdje weg geweest en nu helemaal terug. En dit is mijn splinternieuwe winkelcentrum / buurtcentrum. Je wat? Oh, je hoort het goed, zus. Ik heb het gekocht. En ik maak er iets episch van. De Malle Surprises. Goede naam. Maar ik wilde het winkelcentrum kopen. Oh, dit doe je nou altijd. Je duikt op uit het niets om mijn plannen te dwarsbomen. Kom op, Queens. Laten we gaan. We hebben dit winkelcentrum niet nodig. Wij hebben het House of Surprises. Wacht nou even. Jullie zijn allemaal ultra getalenteerd en zouden perfect passen bij mijn visie voor de Mall of Surprises. Wat zeggen jullie ervan? Doen jullie met me mee? Yo, alles flex, Glitter City! Ik had al verteld dat Prince B jullie vandaag de royalty zou brengen. En hier komt het. Jullie kijken naar de nieuwe eigenaar van de Glitter City Mall. Toen ik klein was, was deze plek dus echt de absolute place to be. Voor next level outfits, een lekkere snack in het café en voor zieke optredens van de allerhotste artiesten. Ik hou van het winkelcentrum, dus ik ga even wat reclame maken. Ik heb een vraagje voor jullie, BB's. Wat dan? Wat vinden jullie het leukste aan het winkelcentrum? 1000% de salon. Het kattencafé, zeker weten. Dit kapsel stelt zichzelf niet. En dit is de enige plek waar ik thee kan drinken en echte katjes kan aaien. Wisten jullie al dat je vanaf dit weekend hier naar de salon kan gaan, kan chillen in het café en naar een concert van de grootste sterren ter wereld kunt? Oh my gosh. Gaan de Supersonics hier optreden? Of Splash Queen? Oh wow. Misschien is het Lady Diva. Wie denken jullie dat er dit weekend optreedt? Dan wonen wij nu in het winkelcentrum. Dit weekend ben ik van plan om de Malle Surprises concertreeks te lanceren. Dat wil je niet missen. Neem je beste outfit en je vrienden mee. Ik zie je daar. En dit is de plek die me het meest heeft geïnspireerd. Oh nee. Ik hoorde over het House of Surprises en ik dacht, dat kan ik ook. Maar dan groter. Waarom niet de Mall of Surprises? Wat ben je aan het doen? Hé zus, ik leg gewoon een proces vast. Je weet hoe het gaat. Moet je al het talent hier nou zien? En stel je ze dan allemaal eens voor in het winkelcentrum. Ah, de wind is te sterk, pas op! Talentenjacht aan het plannen. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Waarom doen jullie het niet in het winkelcentrum? Is dat soms waarom je hier echt bent?
Je hebt me door. Luister, ik weet dat jij en je vrienden niet met mij willen samenwerken. We hoeven niet met jou te werken. Daar zit een verschil in. Maar ik heb toptalent nodig om deze concertreeks te beginnen. En het is een win-win situatie. Ik heb genoeg ruimte voor alle fans die je maar wilt. Honderden lampen, het beste geluidssysteem. Wat je ook maar wilt. Ik regel het. Bedankt, maar we hebben meer dan genoeg ruimte hier. Weet je het zeker? Want ik heb lama's besteld. Oh ja, heel veel lama's. Wat? Lama's brengen de drama. Breng ze naar het winkelcentrum. Als het alleen maar om één show gaat, is dat wel oké, toch? En dan is er meer ruimte op het dak voor Swag en de Supersonics. En mijn stier. Het zou me wel helpen als ik het dak weer terug had, ja. Oké, vooruit. Eén show. Maar er zwaait wat als je weer halverwege stopt en mij laat afmaken waar je aan begonnen bent. Nee joh, dat was de broer die voorheen Prince Bee heette. Ik ben de nieuwe verbeterde versie. Oké, wie is er allemaal klaar voor een epische show? Ja! Zei toch dat ik alles zou doen? Alles wat je wilt, krijg je. Dat is de Prince Bee garantie. Het gaat zo episch worden. Luister, we weten allebei dat jij de expert bent in alles wat met popcultuur te maken heeft. En meer popcultuur dan hier ga je niets nergens vinden. Je hebt mijn interesse. Kun je me een voorproefje geven van wat ik kan verwachten? We hebben een noodgeval. Geen mega super extreem noodgeval hoor. Eerder een klein ongemakje. Moet je dit nou zien? Deze discobal reflecteert het licht nauwelijks. Dus je hebt een stralende discobal nodig. Begrijpen? En groter. Doe ik. Had jij ook nog iets, Bibi? Nou, gezien het thema van de modeshow Tropisch Regenwoud is, vroeg ik me af of we het zouden kunnen laten regenen. Ik heb een super kleurverandering idee voor de finale jurk. Wow, te gek. Dan moeten we wel de leidingen checken en een regensysteem installeren. Wacht, als Neon Licious regen krijgt voor de finale, zou ik dan een grote entree mogen maken? Ik zat te denken, stralende popsensatie die uit de hemel komt vliegen. Ja, perfect. We hebben dan wel harnassen en een mat nodig, want veiligheid gaat voor. Ik denk dat we dit weekend een themamenu nodig hebben voor de show. En ik denk dat ik dan eerst het thema moet weten. Het is een beetje tropisch regenwoud en een beetje... Glitterlama extravaganza. Eerlijk gezegd gaat het meer om de sfeer dan om alle details. Oh ja, zo werk ik ook altijd. Al mijn boba wordt vers gemaakt van sfeer en dromen. Oh! Wacht, hoorde jij dat ook? Geen reden voor paniek. Oh, jee! En wat voor sfeer is het nu, onverschrokken leider? Je gaat het water wel weer aanzetten, toch, Prince Bee? We kunnen zo echt niet gezien worden. Nee, katjes, nee! Dat zijn geen laserspeeltjes voor jullie. Oh. Doe toch iets, Prince Bee. Maak je maar geen zorgen. Prince Bee heeft het opgelost voor je het weet. Blijf kalm.